Cambiar. Five minutes later. And every time this bike. Every time this bike hasn't run for a day, it has trouble starting. It's annoying. Hey, welkom terug bij een nieuwe video in mijn Vietnam-serie waarin ik jullie meeneem op mijn reis door Vietnam. In mei en juni 2023 ben ik een maand met een gehuurde motor, deze Benelli TRK 502, van het zuiden van Vietnam naar het noorden van Vietnam gereden. Inmiddels ben ik nu iets meer dan een week onderweg en ben ik in de vorige video in de stad Quy Nhon aanbeland. In deze video ga ik naar mijn volgende bestemming en deze stad ligt in de centrale hooglanden van Vietnam en dit gebied staat centraal in de film We Were Soldiers met Mel Gibson. En dat is precies de reden dat ik naar deze regio toe wil, naar de stad Pleiku. Ik verlaat Quy Nhon via de QL-19. Deze weg stamt nog uit de tijd dat Vietnam een Franse kolonie was. De QL-19 was toen en is nog steeds een belangrijke verkeersader tussen de kust en de centrale hooglanden. Gedurende de Vietnamoorlog bouwde het Amerikaanse leger in deze regio diverse basissen, zoals Camp Radcliffe, nabij Anke. QL-19 was daardoor een belangrijke aanvoerroute voor deze basis en werd regelmatig belaagd door de Vietcong en het Noord-Vietnamese leger. Omdat de QL-19 een nationale route is, was mijn verwachting dat ik er een lekker tempo in kon houden, waardoor ik de mogelijkheid had om wat vaker te stoppen om van de uitzichten te genieten. Waar ik niet op geanticipeerd had, was dat de QL-19 bijna vanaf het begin tot het eind één grote bouwput zou zijn. Dit was exact de reden waarom ik gevraagd had om noppenbanden onder de Benelli. Maar helaas kreeg ik hem afgeleverd met straatbanden en dit zou zo'n dag worden dat ik had gewild dat ik de motor had geweigerd in Ho Chi Minh stad en voor een alternatief had moeten kiezen. Nadat ik goed en wel Quy Nhon verlaten had, opende de weg en het landschap zich vrijwel direct. Weilanden voor zover het oog reikte, met op de achtergrond de bergen die het Centraal Hooggebergte aankondigden. Het was een prachtige dag om met de motor op pad te zijn in dit geweldig mooie land. En na een uurtje rijden vond ik het tijd voor een korte pauze om mijn vochtniveau weer op peil te brengen. Want dit mooie weer betekent ook dat het heel snel heel warm wordt. Ik ben zojuist het tolpoort op de QL-19 gepasseerd. In een eerdere video heb ik al eens verteld dat je op de motor geen tol hoeft te betalen. Dus je mag deze tolpoort omzeilen door er langs te rijden. Niet snel na deze tolpoort kwam ik bij deze wegopbreking terecht. En deze wegopbreking zou de eerste van talloze wegopbrekingen zijn waarbij soms alleen de toplaag was verwijderd, maar in meer gevallen dan me lief was, de weg alleen maar uit natte blubber bestond.
tientallen kilometers door blubber en grind te hebben gereden, kwam ik aan de voet van een berg die een lange, steile en vooral bochtige weg toonde op Google Maps. In de hoop even lekker ontspannen te kunnen rijden en van de uitzichten te genieten, werd ik getrakteerd op opnieuw kilometers aan wegwerkzaamheden en opbreken. Om maar te zwijgen van andere weggebruikers die meer vertrouwen hadden in de weg dan ik. Dat de QL19 niet alleen kommer en kwel is als je op banden staat die je niet vertrouwt in dit soort omstandigheden, moet ook gezegd worden. Naast wegopbrekingen waren er genoeg mooie stukken waar het asfalt je uitnodigt om gewoon lekker te sturen. Maar wetende dat na elke bocht een modderbad kan liggen, houd je wel een stuk scherper. En dat er naast mooi asfalt en nog mooiere uitzichten nog meer wegwerkzaamheden aankwamen, daar kon je eigenlijk alleen maar op rekenen.
Ken je die uitspraak van Ezel uit de film Shrek? No, I'm just a little uncomfortable about being on a rickety bridge over a boiling lake of lava. Nou, dat gevoel kende ik wel bij heel veel van dit soort bruggetjes. Vind je deze video leuk? Geef dan een blijk van waardering door op het duimpje te drukken. En laat een berichtje achter in de reacties. Ik ben aangekomen in de stad Pleiku. Ik heb geweldig weer gehad onderweg en had vanmorgen al een kamer geboekt hier in Pleiku in de Lakeview Homestay. Ik zal een link achterlaten in de beschrijving, want ik kan de locatie echt aanraden. Dit is het einde van deze video en ik zie je graag terug bij de volgende. Mijn naam is Roy. Dit is Motorvlog.nl en ik zou zeggen tambiet, oftewel tot ziens.